Shoo-wee-doo, wop-wop-o-o. Ho, it's the Lowlands Show. Ho, ho. Je kijkt naar de Lowlands Show. Er staat weer een nieuwe gast klaar achter de deur. Ze heeft net opgetreden in Sexyland. Dat is een tent hier. Ze heeft gepraat over haar nieuwe boek. Het seksdagboek. Misschien weet je nu al wie het is. Ik ga even aan haar vragen. Wat is het allergekste wat een man heeft gezegd of gedaan tijdens het klaarkomen? Huilen, denk ik wel. Huilen? Ja, huilen? Vertel meer. Helene van Rooyen. Yay. Gehuild. Maar dat je dan, en dan... Ja, gewoon zo dat het allemaal zoveel is dat het je overmand wordt door emoties en... Eigenlijk ook heel mooi. Ja, seks is ook mooi. Dit is een goed begin van een geil gesprek. Word je daar nu niet een beetje moe van dat de hele tijd iedereen met je over seks gaat praten? Nou ja, dat heb ik zelf een beetje aangehaald. Dus ik ben wel blij dat ze erover willen praten eigenlijk. Ja. Nee, ik word er niet moe van. Nee hoor, ik vind het is een tof onderwerp. En ja. Ik vind het niet erg, nee. Wil je lekker iets drinken? Ik heb eigenlijk maar één ding. En dat is pils. Ja, ik hou er niet van, maar schenk maar in. Zullen we net doen alsof? Ik schenk het lekker in. Wil je een zoute snack? Zoute knabbel? Ja, maar ja. We gaan het over je boek hebben. Die niks erbij. Ik heb een leuk verhaal. Ik woon met vrienden en met ook een hele goede vriendin. En ik had dit boek gekocht om te lezen. En toen was ik dat boek ineens kwijt. En toen heeft dus die vriendin het boek gejat. En op een avond werd er aangebeld. En zij stormt naar beneden, want er stond een bezorger. En ze komt binnen en ze doet de deur dicht. En ik vraag, waarom doe je nou zo gek? En ze zegt, ja... Ik heb dat seksdagboek gelezen en nu heb ik een vibrator gekocht. Ja, dat effect heeft het echt veel, vaak veel. Ik heb van twee vrouwen gehoord op de camping, die op een camping een vibrator hebben laten bezorgen. Nee, kan je tegenwoordig vibrators laten bezorgen op de camping? Ja, ik lieg niet, het is echt waar. Heb je de rechten al verkocht voor de film? Nou, bijna. Er is een voorstel gedaan en ik ben dat ook al aan het... Maar dan wordt het niet letterlijk verfilmd, dan gaat het over een schrijfster die een seksdagboek moet schrijven. En die dan zeg maar te weinig inspiratie heeft. Dus die in de problemen komt, maar het is niet letterlijk het boek. Maar wat vond je vriend van het boek? Aanvankelijk geen goed idee. Heel slecht idee, stom idee, belachelijk idee. Alles wat iedereen eigenlijk zegt als je zegt ik ben een seksdagboek aan het schrijven. Van waarom in godsnaam? Maar ik heb hem wel overtuigd door hem stukken te laten lezen. Ik zei ik ga het gewoon schrijven. Als je het uiteindelijk helemaal niks vindt, dan oké, dan geef ik het niet uit. Nee, hij is er wel echt in meegegroeid en hij snapt het ook. Hij heeft zelf ook een stuk geschreven, een middenwoord. Ja. En hij vindt het nu heel cool en stoer. En ook zijn eigen rol wel heel stoer. Van, oh ja, dat ben ik gewoon. Ja, what the fuck? Want, hoezo? Ik ben een... Hij vindt, zoals de meeste mannen, hey, ik ben een geweldige minnaar. Dat mag iedereen gewoon lezen. Eigenlijk is dit boek één grote reclame inderdaad voor hem. Bart, ja. Wist jij dat er daar, in dat laantje, daar zijn dus een soort cabines. En die kan je reserveren. En dan mag je met maximaal 3 mensen in. En dan kan je dus, als je hier leuk spontaan iemand ontmoet, of 2 mensen, dan kan je daar gewoon lopen neuken. Echt? Ja. Heb je dat hier? Hoorde ik gisteren. Oh my god. Nou, dat is, nee, is echt heel vooruitstrevend. En liggen condooms en zo die je kan kopen. Dat denk ik. Wel, ja. Grappig, hè? En iemand maximaal 3. Ja, maximaal 3. Ja. Dus een trio mag wel, maar orgie gaat te ver. Orgie, oké. Nou, misschien moeten we even kijken. Dat kan wel. Laten we dat gaan doen. Laten we even kijken daar. Oké, nou Helene, we zijn op weg naar de sekscabines. Ja. Lijkt me zo leuk dat we misschien iemand vinden daar die we jouw boek kunnen geven. Ja, en die er wat aan heeft ook gewoon. Dat is ook al dan weer een extra service. Ja. Want luister, dat je even niet meer weet. Gewoon even. Lijkt me heel grappig. Ben je gewoon op Lowlands, heb je een leuke meid ontmoet. Ga je met haar naar de sekscabine, lig je een beetje te neuken. Staat Helene van Rooyen voor de deur. Hi. Oké, hier is het denk ik. Daar? Zie je die dingen? Ja. Dat is het, denk ik. Die, daar, die rode. Ja. Oh ja. Die hokjes. We hadden begrepen dat dit sekshokjes zijn. Ja, het is een love hotel. Je mag daarin doen wat je normaal gesproken ook doet in een hotel. Ah! Ga er naartoe. Kom, we gaan het boek aanbieden. Dit is een heel bijzonder moment. Deze mensen hebben net geneukt. Dit is alleen van Rooyen, ze heeft een seksdagboek geschreven. Wil ze graag aanbieden. Kan mij dan niet meer lopen, echt. Nou, Helene, geef weg dat boek.
Mogen we hem alleen? Voor de toekomst. Dankjewel. Veel plezier ermee, dat is voor jullie. Ja. Dat we jou zo op deze manier zouden mogen ontmoeten, bijzonder. Ja, ik wou je een hand geven, maar ik doe het even niet. Ik dacht echt even, je hebt me vast in de maling genomen, het bestaat helemaal niet. En mensen staan dus wel echt te klappen als je er dan weer uitkomt. Dat is ook wel een ding. Helene, heel erg bedankt dat je er was. Heel graag gedaan. Groot applaus voor Helene van Rooyen. En dan mag je door de deur weer naar buiten. Op naar de toekomst. Naar nog meer boeken. Doei. Ik ga heel even een momentje voor mezelf. Vond je dit nou een hartstikke leuk avontuurtje met Helene en wil je meer Lowlands shows zien en andere programma's van de VPRO? Abonneer je dan lekker op dit kanaal. Toch, Helene? Altijd doen. Altijd doen.